Dag, dames en heren. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Een Plaat Voordat Je Slapen Gaat. En vandaag een soundtrack van een van mijn favoriete films. Geschreven door iemand die ook een andere favoriete van mijn film heeft geschreven. De Blues Brothers, namelijk Dan Aykroyd, die toen Elwood Blues speelde. Maar we gaan niet over de Blues Brothers hebben, we gaan het over de Ghostbusters hebben. En waarom heb ik gewacht eigenlijk tot vandaag? Nou, vanaf nu is ook de nieuwe film Ghostbusters Afterlife uit. En dat is eigenlijk meer een vervolg op Ghostbusters 1 en 2. Dus we gaan eigenlijk 30 jaar later, gebeurt er van alles. Ik heb hem nog niet gezien, dus ik moet nog gaan kijken. Ja, het is gewoon een leuke film, zou je eigenlijk ook naartoe moeten gaan. Maar we hebben het niet over films, we hebben het over muziek. En vandaag de soundtrack van de Ghostbusters. En jullie kennen het nummer wel, Who You Gonna Call van Ray Parker Jr. En wat is nou het verhaal achter dat nummer? Eigenlijk een paar dagen voor een deadline dat het allemaal gemaakt moest zijn, kreeg hij pas te horen dat hij een soundtrack moest gaan maken. Nou, daar heeft hij, normaal doen mensen daar best wel lang over. En hij wist totaal niet wat hij met het woord Ghostbusters moest doen. Totdat hij een keer midden in de nacht, of een keer in een van die 3 dagen midden in de nacht, een reclamecommercial op de radio hoorde. Dat deed hem denken aan een stukje in die film, de allereerste film. En toen dacht hij, nu heb ik het, nu schrijf ik het liedje Who You Gonna Call. En ja, daar ga je zo meteen ook naar luisteren. Nou, Ray Parker Jr. Is niet alleen maar bekend van dit nummer, al zal iedereen hem eigenlijk alleen maar van dit nummer kennen, maar hij was ook gewoon een groot artiest, heeft vele nummers geschreven voor allerlei andere artiesten, dus hij was muzikaal echt wel vaardig. En ergens is er volgens mij vorig jaar of het jaar daarvoor een documentaire uitgekomen over hem, waarbij hij aangeeft ontzettend tevreden zijn, ontzettend blij te zijn met het maken van het nummer. Hij vindt het alleen jammer dat mensen niet weten dat er meer is dan alleen het nummer. Maar goed, vanaf nu weten jullie dat dus wel. Ik zou zeggen, veel luisterplezier met Who You Gonna Call, soundtrack van de Ghostbusters. crazy no case. Don't get caught alone, no, no. Ghostbusters! When it comes through your door, unless you just want some more, I think you better call Ghostbusters! Oh! Who you gonna call? Ghostbusters! Who you gonna call? Ghostbusters! I think you better call. Yes, busting feels real good, hè? Werd net gezegd. Grappig feitje, misschien is het een heel grappig feitje, maar een feitje is dat dit nummer wel nog een bepaalde rechtszaak teweeg heeft gebracht. Namelijk de artiest Huey Lewis and the News, die hadden ook een nummer en dat heette I Want Your Drugs, of I Want a New Drug, dat was hem. En daarvan het basloopje. Lijkt heel erg veel op dit nummer. Dus dat is altijd een soort plagiaatcontrole. Daar hebben ze een bepaalde schikking op gedaan. Er is geld voor betaald. Hoeveel is nooit bekend geworden. Maar dat is een ander dingetje. Moet je maar eens gaan opzoeken. Er is me eigenlijk nog maar één ding te zeggen. Dat is keep safe, keep healthy, welterusten.